De Dag der Marrons is vandaag traditioneel gevierd met verschillende activiteiten. In oktober 1760 hebben de weggelopen tot slaafgemaakten de vredestraktaten getekend met de kolonisatoren. Op die manier hebben zij hun vrijheid verkregen. De viering van de Dag der Marrons is op het 10 Oktoberplein op de hoek van de J.A. Pengelstraat en Henk Aronstraat begonnen met het leggen van kransen bij het gelijknamige monument. Het thema van de viering van de Marron Day dit jaar is gezondheid, educatie en milieu. De voorzitter van de stichting 10 Oktober 1760, Leo Attemang, heeft een beroep op de regering gedaan om het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie, dat voor de monding van de Marowijnrivier is gezonken, te bergen. Aboto de sungu ama wina liba mofu anga sigishondo soufei safu. Chou dede awata u mukomoto, dende de bonyo dede na liba mofe fu kwa konde, presidenti idea, minister van buitenlandse zaken. U begi Holland meke den pu aboto de gyu meke u frei. U wani sleut af a hoofdstuk de af. Meke den baka konde de sinke jagado adagado fami fustanta ki wasama meke den poa boto de gui e fo wande de de ufende da ubelien e fo ufende tu da ubelien ni wa masakra ti da fi mande. Alle sprekers waren het erover eens dat 10 oktober een belangrijke dag is voor de Marrons. Deze dag herinnert ons eraan dat 258 jaar geleden er strijd geleverd is om een eind te brengen aan onderdrukking en de uitbuitingsrelatie tussen het koloniaal gezag en de weggelopen tot slaafgemaakten, de zogenoemde Marrons. President Bouterse gaf aan dat de echte emancipatie van de Marrons, oftewel de authentieke bevrijding, nog niet voltooid is. Het proces dat onafwendbaar is en een eigen dynamiek heeft gekregen. Niemand zal en niemand kan dit proces van emancipatie van de Marrons stoppen. Willen of niet, dit proces zal vroeg of laat worden voltooid. Wij van de regering hebben dit goed begrepen en zullen dit dan ook in daden laten blijken. Meko memere alle de sansan takjati de alle de sprekers mewa bejuno mewa actiono spes ruto sa traditioneel gezegd chakong dat die meki u vergeeft de sanipsa meko de tolerant meki u sabi dat samen na wie abi na verantwoord voor bouw akonde dis op meki u sabi dat wie abi makandra van nodu fu a gudu sama masar nang ji wi dat wi abe a frat hortu wi makandi wi begonna tal tis wi ko chare koroso ba dat wi mus besef en wi sang trau es sut for sut ko mindri da erlik ina pasidisi om dati yo ma hor kor yo korisma. President Bouterse. Hij gaf verder aan dat de Marrons er alles aan moeten doen om de plaats die zij in deze gemeenschap verdienen, daadwerkelijk verwerven. Daarvoor is geloof in zichzelf en rechtvaardigheid hard nodig. Na de speeches is het traditionele plengoffer gebracht, waarmee ook de herdenking van de Dag der Marrons op het 10 Oktoberplein is afgesloten.